hebben onze opdrachten ter letterlijk genomen, zegt Patrick Pneu, de ontheven president-commissaris van de NV Energiebedrijven Suriname EBS. Hij sprak gisteren na afloop van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders, de AVA, op het kabinet van vicepresident Ashwin Adin. Deze vergadering is gehouden naar aanleiding van de schorsing van EBS-directeur Rabin Permisser, die intussen teruggedraaid was door de president. Volgens Pneu is het uitvoeren van de opdrachten, zoals vermeld in de statuten, hem noodlottig geworden. We hebben onze vennootschappelijke verantwoordelijkheid en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen. Wij hebben zaken aan de kaak gesteld en we hebben statutair gehandeld. Er staat nergens in de statuten natuurlijk. Je moet de president eerst vragen voordat je iets doet. Dus als dat het is, heb ik ze ook gezegd. Wijzig die statuten als je voor alles naar de president moet gaan. En ik denk niet dat dat de bedoeling is geweest. De president heeft genoeg hoofdpijnen. Dus als ik hem voor elke wishy-washy zou moeten raadplegen voor de vennootschap, waarvoor heeft hij ons dan aangesteld? Dan kan de president dan ook de RVC worden, toch? Zo simpel. Kijk, de president heeft meerdere malen in zijn betoog aangegeven, ik ben volkspresident. Ik wil corruptie bestrijden, ik wil eerlijke mensen werken en we willen de zaak gerationaliseerd krijgen. We hebben misschien onze opdracht te letterlijk genomen. Pneu zegt verder dat het niet duidelijk is hoe ver de bevoegdheden van de directeur reiken. Om dit vast te stellen, moet de president volgens hem de statuten van het bedrijf wijzigen en aangeven wat hij van de RVC verlangt. Minister Guido Dotsen van Natuurlijke Hulpbronnen, die ook aanwezig was op de bijzondere AVA, staat nog steeds achter het besluit van de Raad van Commissarissen. Volgens hem heeft de RVC de juiste procedure gevolgd bij het schorsen van EBS-directeur Permisser. Ik ben op de hoogte gesteld door de RVC dat zij het besluit hebben genomen om de directeur te schorsen. Ze hebben ook aangegeven waarom ze tot schorsing zijn, direct tot dat die maatregelen zijn overgegaan. Ik heb getoetst op basis van 1. Is de raad bevoegd om zo'n besluit te nemen? Het antwoord was ja. Hebben ze het beargumenteerd? Het antwoord was ja. Hebben ze de juiste procedure gevolgd? Het antwoord was ja. Ik heb ze dus aangegeven, ik heb het aangehoord. En ik kan me daarin terugvinden wat jullie zeggen. Ik ken ook de perikelen die hebben plaatsgevonden tussen jullie. Dus ik sta erachter wat jullie hier zeggen. Jullie hebben conform jullie bevoegdheid gehandeld. En ook direct erbij gezegd dat ze wel weten dat het uiteindelijk besluit hoe de interpretatie zal zijn en wat er zal plaatsvinden bij de president. Het is de president die bepaalt wie hij aanwijst als vertegenwoordiger van de staat. En hij heeft het laatste woord, zegt Dotsen.